Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Hajo Smit. Ik spreek met Wasila Hashi, waar veel om te doen is geweest op het moment dat zij vanuit de Tweede Kamer besloot in Amerika te gaan kijken bij de Hillary-campagne. Maar dat is juist eigenlijk ontzettend interessant, want in die fase heeft zij de hele campagne meegemaakt en zowel kunnen kijken bij de mensen die voelen voor Sanders, mensen die voelen voor Hillary, mensen die voelen voor Donald Trump. En die Amerikaanse ervaring heeft ze weer mee terug naar Nederland genomen, ook een boekje over geschreven. Ze is een groot pleitbezorger van de dialoog en daar gaan we dus ook op inzetten. Dag Wasila, aangenaam. Ik vind het heel leuk, omdat we namelijk interview, gesprek, het zit er altijd een beetje tussenin bij Café Weltschmerz. Een dialoog. Ja, en in dit geval, ik heb ook jouw boekje gelezen en je weet ook op een bijzondere manier uit te leggen wat een dialoog is. Ik wil even voor de kijker, zodat ze jou kunnen plaatsen, moeten we gewoon even langs de wervelwind gaan ook die er geweest is. En dan vind ik het veel interessanter om naar die dialoog te gaan. Wat dus mensen zich waarschijnlijk een beetje kunnen herinneren rondom jouw naam, is dat jij bent D66 Kamerlid geweest. Op een gegeven moment, je beschrijft het in je boek, van binnenuit een soort stem die zei, het is tijd om iets anders te gaan doen dan politiek. Uiteindelijk leek het vrij plotseling dat je vertrok. Vertel even kort wat je erover kwijt wil. Ja, het was niet iets wat plotseling gebeurde. Ik heb sinds 2010 zat ik in de Tweede Kamer als volksvertegenwoordiger. Daarvoor heb ik ook altijd de publieke zaak gediend. Eerst als militair, toen als ambtenaar en daarna dus als Kamerlid. En halverwege mijn periode in 2013 worstelde ik heel erg in de Kamer. Niet van buiten, want ik deed mijn werk gewoon goed. Ook heel, heel erg gedegen en heel erg met passie ook. Maar van binnen knaagde er iets. Omdat ik toch het gevoel had dat ik in een systeem terecht was gekomen waar ik niet tot mijn recht kwam. Ik ging ook echt bloeien toen ik in de parlementaire enquêtecommissie terecht kwam. Weg uit, noem het maar even, de waan van de dag van de Haagse politiek. En dat was ook waarin ik realiseerde wat ik echt miste in de politiek. En dat is de dialoog. Okay. Welke enquête was het even voor de goede orde? Parlementaire enquêtecommissie voor woningcoöperaties. Ja. Okay, woningcoöperaties. Ja, dat is toen het open Maserati-verhoor. Ja. En toen heb ik dus beseft, de dialoog moet terug in de politiek, maar zeker ook in de samenleving. Ja. Een van de onderwerpen die toen ook speelde, wat me heel erg raakte, was het debat rondom radicalisering. Waarbij ook in politiek Den Haag het eigenlijk alleen maar ging om paspoorten afpakken en mensen moeten maar in Syrië doodgaan. Lang verhaal kort te maken, maar dit was wel een onderwerp waarin ik weer bevestigd werd. We praten over mensen in de politiek, maar weinig met mensen. Met mensen, precies. Ja. En zo is dat idee begonnen. Ik worstelde daarmee en dialoog popte bij mij op. En diep van binnen kwam daarbij ook, als je nou de twee instrumenten, dialoog en het internet, kan verbinden. Ja dat zou toch geniaal zijn? En zo ben ik met dat idee gaan spelen, mensen gesproken, allemaal naast mijn werk als Kamerlid. En in 2015 de kans gehad bij TEDx Amsterdam Women om een TED-talk te geven. Crowdfunding gedaan, ook allemaal in het zomerreces, omdat dat de enige periode was dat ik tijd had. En het leuke was dat aan de ene kant we de crowdfunding hadden gehaald. En zelfs dus een handreiking vanuit Amerika, want door die crowdfunding, ik heb echt iedereen aangeschreven die ik maar in mijn telefoon had, in mijn mailinglist. Dus dat was mooi dat we het budget hadden en dat er zelfs steun kwam uit Amerika. Maar in Nederland was gezien mijn achtergrond en mijn netwerk, viel het toch tegen. Weinig mensen die echt mee wilden denken en die dit ook echt steunden. En dat maakte het voor mij toen die handreiking uit Amerika wat concreter werd. Namelijk bijzonder met jouw achtergrond en met dit idee van de dialoog. Ja. 2016 is de campagne van Hillary Clinton. Vind je het interessant om met ons te komen praten?
En ja, dat was voor mij de druppel, zeg maar, die ik nodig had. Ja. Om de stap te maken en de politiek uit te stappen. Want ik had het besluit namelijk al in januari 2015 genomen. Ja. Ik moet eruit, al is het maar even. Maar eerst maar ging je praten over dat Dialogue Digital. Vanaf 2013 ben ik begonnen met het initiatief. Nee, maar dat je contact kreeg met Amerika, dat was een uitnodiging om daarover te komen praten. Dat was ging nog niet over een baan in het Hillary-kamp. Nou, het is via mijn eigen netwerk gegaan. Okay. En die uitnodiging kwam naar aanleiding van de crowdfunding die wij in de zomer van 2015 hebben gedaan. Ja. In september. En ik kom regelmatig, en ook voordat ik Kamerlid werd, had ik ook mijn netwerk in Amerika, ook als militair zijnde. Kwam ik daar ook en na die crowdfunding zijn die gesprekken wat verder gegaan. Mm. En mijn netwerk is ook zodanig dat ik ook bij Hillary Clinton op een hoog niveau geïntroduceerd kon worden. Ja, ja. En ik had in januari 2015, dus nog voor die crowdfunding, had ik al zelf besloten, dat lees je ook terug in mijn verhaal, om weg te gaan. Omdat ik het gevoel had, die verandering, die dialoog, hoe moet je dat vormgeven? Ja. Ik echt het gevoel had, ik moet even uit die Haagse bubbel. Om zelf eerst die verandering ook te voelen, te weten. Omdat ik ook besef dat echte veranderingen, zeker in de politiek, toch echt van buiten het politieke systeem komen. Hoe bijzonder is het om zelf halverwege een kabinetsperiode uit de politiek te stappen? Bij jou is er vrij veel ophef ontstaan, maar gebeurt het vaker? Nog los van het feit dat ik uiteindelijk in januari 2015, dat was niet halverwege, maar richting het einde. En uiteindelijk in januari 2016 was echt weg ben gegaan. Ja. Dat is helemaal tegen het einde, dus niet halverwege. Nee. Of het vaak voorkomt, ik moet je eerlijk zeggen dat ik me daar niet in verdiept heb. Ik ben alleen bezig geweest met wat is het beste wat ik nu kan doen. We hebben er nu eentje bij de VVD, Iwiltje Bergmoes, die is vrij plotseling. Ze zit nog in de Kamer, geloof ik, maar ze heeft wel aangekondigd te stoppen, zeg maar. Het was toen ook een beetje ophef over een uitspraak die haar niet in dank werd afgenomen. Dat heeft denk ik ook met dialoog te maken. Hoe vrij kun je praten, kun je je veilig voelen om gewoon je mening te zeggen. Maar jij ging dus naar Amerika. In eerste instantie gewoon puur, ik heb dit project wil ik groot maken, eventueel met steun in Amerika. Maar uiteindelijk ging het om een functie die je binnen de campagne kon vervullen. Ja, het ging in eerste instantie om het feit dat ik mijn trigger om ook echt te zeggen van nu moet ik echt weg. Ja. Was ook omdat, wat ik net ook aangaf, met die crowdfunding was het voor mij en mijn team. Want ik had intussen een team van vrijwilligers om me heen die met mij mee campagne voerden om die crowdfunding, dat budget binnen te halen. Want de crowdfunding is niet alleen maar met de pet rondgaan om geld, maar ook om te testen of dit idee steun krijgt. En dat ook partijen naar je toe komen van wij steunen dit. Werk het verder uit, maar we willen met je meedenken. En doordat ik teleurgesteld ook was in de steun die ik hier in Nederland te weinig kreeg, zeker gezien mijn achtergrond, op die enkeling na, want ik ben wel dankbaar voor de mensen die gesteund hebben, gedoneerd hebben, was het voor mij wel heel helder toen het signaal uit Amerika kwam via het netwerk wat ik daar heb. Was voor mij wel er eentje van, als de Amerikanen dit idee wel gaan steunen en verder helpen, dan volgt Nederland wel. Ja, goed, maar dus dat was voor mij wel direct een reden om daarop in te gaan. Nog niet direct dat je dan een baan krijgt. Ja, nee, daar wilde ik. Het punt is uiteindelijk ook, de aanleiding was Dialogue Digital, dit idee verder brengen. Ja. En daar, als gevolg daarvan heb ik nodige gesprekken gehad. En daar kwam uit, kom volgend jaar in januari 2016, dan kunnen we hier verder over praten. En toen heb ik besloten om weg te gaan en hier werk van te maken. Alleen ja, het vertrek heeft een hoop tumult, een hoop commotie veroorzaakt. Wat ik ook in alle eerlijkheid, wat me verbaasd heeft. Ja. Maar zeker ook waar ik teleurgesteld in ben geweest. Maar de commotie was dat je wachtgeld had en daar als het ware een baan accepteerde? Of zeg ik het helemaal verkeerd? Nou ja, de commotie was de verrassing. Je bent plotseling weg. Terwijl er is uiteindelijk ook een gezamenlijke verklaring uitgekomen. Tussen mij en samen met de partij. Waarin heel duidelijk ook de feiten instaan dat ik al in januari 2015 weg wilde. En op wilde stappen. Maar dat ik uiteindelijk, en daarom vind ik het ook ontzettend belangrijk, en het verhaal wat ik geschreven heb, heb ik steeds geprobeerd om het vanuit mijn verantwoordelijkheid, vanuit mijn keuzes te schrijven. Ja. Je kunt er 100 redenen voor geven of slechts 3 waarom ik uiteindelijk niet in januari 2015 meteen weg ben gegaan. Ja. Maar ik ben degene geweest die het gevoel had dat ik geen goedkeuring had om toen weg te gaan. Dus ik vind het ook oude koeien hoor. En het is zeker niet het leukste waar we over kunnen praten. En wat ik bijzonder vind is dat jij zegt van door de ophef heb ik eigenlijk een mogelijkheid om op kantoor daar in New York of zoiets te gaan werken
omgezet in een meer vrijwilligersfunctie om in Amerika door het land te gaan reizen met de campagne? Niet helemaal. Nee, het eerste is, wat ik net ook aangaf, die tumult die ontstond toen ik vertrok in januari. Heeft ertoe bijgedragen, dat heb ik ook verwoord in mijn verhaal, dat toen ik daar aankwam in New York, ondanks mijn contacten, want ik werd daar ook goed opgevangen, kon ook meteen bij de headquarters terecht, bij het hoofdkantoor van het campagneteam. Maar wat me heel erg verbaasde is dat de commotie uit Nederland me zo'n beetje ingehaald had. Ja, ja, ja. En toen ik daar binnenkwam, echt letterlijk in die callcenter, mensen die echt zeiden van, that's her, that's the Dutch... Want ze de telefoon had kennelijk rood gloeiend gestaan. Maar ik had zoiets van, dit is... Aan de ene kant denk je van, hey, ze kennen me al, maar tegelijkertijd wist ik ook van, dit is niet goed. Nee. Maar wat daaruit voortvloeide, daarom noem ik het ook als een cadeau verpakt in prikkeldraad. Want als gevolg daarvan ben ik niet terechtgekomen op een functie op het hoofdkantoor in Brooklyn. Nee, precies, ja. Maar ben ik met het campagneteam het land ingegaan. In verschillende staten. En uiteindelijk noem ik het een cadeautje in prikkeldraad. Ja. Waarom? Omdat het natuurlijk niet leuk was, die commotie. Ja. Omdat ik het liefst, toen ik daar naartoe ging, dacht van, Brooklyn wordt het. Ja. Maar het land inging. Maar doordat ik het land inging, na al die maanden... Ja. Ik uiteindelijk begreep waarom zij niet gewonnen had, maar dat Trump uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Yeah. En daardoor dus niet zoals de rest van heel die top van het campagneteam van Clinton, wat echt een machine is. Die waren flabbergasted. Ja, iedereen is ook meteen na 8 november gewoon jobless. Niemand kan meer voor Clinton werken. Yeah. En voor mij voelde toen het feit dat ik zoveel gereisd had, zoveel gezien had, het begrip wat ik begon te krijgen, werd een cadeau. Ja. Want dat wat ik wilde met de dialoog werd alleen maar versterkt. Ja. Terwijl als je alleen in Brooklyn had gezeten, dan had je natuurlijk hetzelfde beeld gehad. Ja. Trump is een idioot en Hillary, als je een beetje gezonde hersencellen hebt, stem je Hillary. Ja, ja, maar doordat ik het land doorheen ging, ik ging dus echt het verschil zien tussen het frame wat om Trump is gezet. En ook om Bernie, want de strijd was hetzelfde tussen Bernie en Hillary. Ja, ja, ja. Maar ik begon echt in te zien van wat is er daadwerkelijk aan de hand op de grond. Ja. En wat zien we eigenlijk, ik noem het maar even in de hogere regionen, de media. Ja. Mensen die dus niet weten wat er precies op de grond speelt. Ken je dat verhaal van een hoogleraar in Berkeley, een vrouw? Die besloot eigenlijk als beetje socioloog, antropoloog naar, geloof ik, Louisiana of zoiets te gaan. En daar in die dorpen waar gemiddeld veel Trump-stemmers waren of mensen... Die mensen te ontmoeten ook echt. En bij die mensen te wonen, met ze te leven. En zo. Die heeft geloof ik 5,5 maand gezeten. Die heeft daar een boek over geschreven. Dat was voor haar ook enorm eye-opening. Dat ze dus uiteindelijk helemaal van dat verhaal van de boze witte man afkwam. En boze blanke man helemaal op het punt kwam. Hé, dit zijn mensen met een hele diepe, doorleefde positie in deze samenleving. En die vanuit die achtergrond... op een bepaalde politieke keuze uitkomen. Ja. En we doen heel snel alsof het hele bijzondere mensen zijn die op Trump hebben gestemd. Ja. Maar dat komt door mediaperceptie, noem ik het maar even. Want de beeldvorming is natuurlijk heel erg sterk. En zeker in Amerika, de mensen die ik ook ontmoette... de mainstream media is niet objectief. Dat weten de mensen ook. Ja. En ook in beide kampen. Hè, de Republikeinse Fox News bijvoorbeeld, die de Republikeinen open en bloot natuurlijk steunen. Ja. Maar ook CNN. Ja. Hè, Trump noemt dat Clinton News Network. Ah. Dus de objectiviteit is er niet. Ja. En daardoor hebben wij, zeker hier in Nederland, want ik heb ook contact gehad met familie en vrienden, hebben dan een bepaald beeld. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld het nieuws van CNN neemt, dan heb je een bepaald beeld van, idioot, wie stemt er nou op Trump? Dan moet je dan een racist zijn. Ja, ja, ja. Terwijl dat gewoon, als je door het land heen reist, verschillende staten ziet, of het nou een rijke staat is of een arme stad. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Ja, ja, ja. En ze hebben een heel goed verhaal. En het is niet alleen Trump, het is vooral ook het vuur wat door het land heen aanwezig was. En ook bij de Democraten, dus In vertaald in Bernie. Ja, 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 ja. Mijn conclusie is, het gaat niet om de poppetjes. Nee. Het gaat niet om Trump, Hillary of Bernie. Nee. Het gaat om het vuur wat eigenlijk, denk ik, universeel is. Een van de verklaringen waarom ze op een gegeven moment Trump Teflon begonnen te noemen en dat alles van hem afgleed, die gaffes, zeg maar, die normaal gesproken meteen een kandidaat onderuit halen.
Een van de verklaringen daarvoor was gewoon, ja nee, het gaat helemaal niet inderdaad om Trump of Bernie. Het gaat om de context en wat mensen denken en voelen. En daardoor gaan zij niet, Trump is meer een vehikel. En zij gaan niet zeggen, omdat hij één keer iets geks geroepen heeft, of omdat er iets in de media kwam, laten wij nu deze kans lopen om eindelijk onze invloed te doen gelden. Maar dat is het punt. Ja. Het is echt, mensen willen invloed. Ja. En we klagen al decennia als het gaat om politiek. En dat is niet alleen Amerika, dat is universeel. In elk land, ook in Nederland. Ja. Maar we leven nu in een tijdperk waarin de druppel de emmer doet overlopen. Ja. Mensen willen invloed. We leven in een internettijdperk. Ze weten meer. Ja. En het politiek systeem met de politici spelen nog het spel van de drukpersperiode. Ja. Namelijk, wij weten wat goed voor u is. Ja. Stem op ons. Dan komen ze langs in verkiezingstijd. En daarna kunt u 4 jaar gaan slapen, want ik weet wat goed voor u is. Ja. En dat is niet meer zo. Ja. Kennis is macht, is over. De mensen weten vaak meer dan die politicus. Ja. En mensen willen invloed. En als je dat negeert, dan krijg je die druppel die overloopt en dat mensen dus in. Ik heb mensen ontmoet die letterlijk zeiden, laat de boel maar exploderen. Want wij krijgen op deze manier nooit invloed. Ja. En dan denk ik, als politiek systeem faal je. Mm. Als je dus niet op tijd moderniseert, bewust wordt van het feit van, misschien moeten we die mensen op een bepaalde manier gaan betrekken in die 4 jaar. Ja. Je weet dat ik dat boek geschreven heb. In eerste instantie ben ik ingestoken op Trump. Later heb ik besloten van Bernie Sanders mag in het boek niet ontbreken. Nee. En ik heb er een beetje op zitten puzzelen, kwam er niet helemaal achter. Maar dat, zoals ik het begreep, was het systeem van de democraten, van de superdelegates, waar jij misschien in die tijd ook wat en ander over gehoord hebt. Dat was volgens mij eigenlijk bedoeld, eigenlijk als, want dat is ooit ingevoerd toen de democraten een verkiezingen verloren hadden. Dan gaan ze altijd nadenken, ja, waar heeft het aan gelegen? En oh ja, we moeten het maar eigenlijk superdelegates doen, want we kunnen niet altijd varen op hoe er gestemd wordt of zo. We moeten een beetje ook van hoger hand soms een kandidaat kunnen pushen. En ik, eigenlijk zoals ik het begreep, hadden de superdelegates Sanders moeten steunen. Ze hadden eigenlijk moeten zien van ja, die Hillary is wel nog steeds een grote naam en heeft heel veel achter zich. Alleen Sanders heeft het momentum. Dus eigenlijk hadden de superdelegates bijna moeten zeggen, ja, laten we nou die Sanders dat extra zetje geven wat hij nodig heeft. Om dan met dat momentum de strijd te kunnen gaan met Trump. Maar is het bijna maar zo. Los van, mag ik daar zeggen? Ja, want als je kijkt naar Hillary, op papier is zij gewoon de beste kandidaat. Met de track record, de ervaring. Dus dan kun je er wat van vinden. Je kunt een mening hebben, je kunt boeken lezen over Hillary. Ja, ja. Of, en ik ben wel iemand die altijd is ingesteld met, je moet mensen eerst ontmoeten. Ja, okay. Wil je echt een heb mening hebben? Heb je Hillary ontmoet? Ja, 4 keer. 4 keer en dan met 1-op-1? Of met, nee, wel wat mensen erbij. Mensen eromheen, maar wel aan een tafel in gesprek? Of, Ja, maar wel wat, ja, niet alleen ik. Het was niet echt 1-op-1 met samen precies. Lunchen, maar wel meerdere mensen. En ik blijf erbij, je moet mensen wel. Zeker na afgelopen jaar, alleen maar media en tijdschriften en dan denken dat je een mening kunt geven of een oordeel kunt vellen over iemand. Mens, is echt kort door de bocht. Ja, ja. Maar terug naar Hillary, zij is iemand die op papier natuurlijk het beste cv en papieren heeft, maar bij uitstek dus de kandidaat van de establishment, van de gevestigde orde. Ja. En dat had misschien 4 jaar geleden nog net gekund. Of misschien 8 jaar geleden, zeker nog wel. Ja. Maar doordat we in een tijdperk leven waarin mensen klaar zijn met het establishment, was zij echt. Ze kon het nooit goed doen. Ja. Want ze was gewoon establishment, 30 jaar in die politiek. Wat gaat er dan in godsnaam veranderen als zij president wordt? Ja. En daar hebben de democraten zich op verkeken. Want op papier, en nog los van de mensen die haar persoonlijk kennen, vinden dat zij het moet worden. Uiteindelijk mis je het inzicht. Wat Bernie heel erg voelde, want hij had op een gegeven moment over de revolutie. Dit is groter dan ik. Ja, ja, ja. Wat bedoelt hij daarmee? Hij voelde haar fijn aan, want ik denk dat de persoon die het meest verbaasd was van zijn winst, was hij zelf. Ja, ja, dat is want precies. Hij voelde natuurlijk als geen ander aan, dit is groter dan ik. Ja. Hij kreeg het achter zich, omdat hij tegenover iemand stond die een establishmentkandidaat was. Je weet hoe het begonnen is met Bernie, of niet? Het staat ook in mijn boek. Ik heb je boek nog niet helemaal gelezen, maar ik ga hem lezen. Het is het prachtige verhaal van die Philly Bernie, heet het volgens mij. Ze hebben normaal filibuster. Ja, dat is 8 uur debat. Ja, hij heeft 8 uur lang, dat kun je op YouTube helemaal nakijken. Dat is echt bizar. En hoe die sprak echt uit zijn hart en hij had het ook amper voorbereid. Hij had een paar velletjes papier en hij heeft gewoon 8 uur lang
Ja, het is kippenvel. Je ziet hem ook tegen Alan Greenspan in andere YouTube-filmpjes tekeer gaan. En hij had absoluut een echte vertolking voor ja, wat in Washington normaal niet een stem had, zeg maar. En hij was ook onafhankelijk, hè? In ja, precies. Ja, hij was alleen democraat. Maar democraat geworden door mee te kunnen doen. Om mee te kunnen doen. Dus hij was een outsider. Ja. En dat, ja, hij was natuurlijk 25 jaar in Washington. Dus eigenlijk kun je zeggen, ja, ben je dan een outsider? Maar hij werd de belichaming van... voor dat vuur van ja, iemand die niet bij het establishment hoort. Ja. Want dan hebben we nog kans dat er iets verandert. We gaan het helemaal niet over D66 hebben. Behalve het feit dat ik even wil noemen dat jij geen lid meer bent. Ook in die hele commotie ben je op een gegeven moment ook uit de partij gegaan. En kies jij vanuit dialoog bewust voor een neutrale positie. Ik heb nog wel op mijn netvlies staan hoe Pechtold reageerde toen Trump gekozen was. Daar mag je van mij dan nog net iets over zeggen. Misschien. Ik snap het wel. Want zoals heel erg zei, negatief. Hè? Hij was echt, maar weet je hoe dat komt, Haya? Want ook mijn moeder, mijn vrienden, familie, als ik ze sprak op Skype tussendoor, dan was hun reflex standaard... Ja, maar het is toch idioot wat er nu gebeurt met die Trump? Die is toch gek? Ja. Dat mensen daarop stemmen, dat gaat toch niet gebeuren, Wasila? En dan, dat was voor mij iedere keer weer de bevestiging... dat ik ook dacht van, wat voor nieuws krijgen die in Nederland voor geschoteld? Ja, het lijkt wel copy-paste CNN. Ja. Nou wil ik onze Nederlandse journalistiek niet afserveren. Ja. Maar iedereen die ik in Nederland sprak vanuit Amerika... had zo'n zwart beeld van die man. Ja. Terwijl ik zoiets had van, natuurlijk heeft hij idiote dingen gezegd. En ik ben het ook niet met hem eens. En ik zit niet hier om Trump te verdedigen. Want ik ben het niet met zijn beleid eens. Ja. Ik denk ook niet dat hij de oplossing is voor onze problemen. Nee. Maar... ik weiger mee te gaan in het frame wat op die man is gelegd. Alsof het een idioot is. Ook super grappig hoe ik heb in mijn boek... of de man die mij op het spoor gezet heeft op mijn boek schrijven was Scott Adams. De cartoonist van Dilbert. En die heeft op een gegeven moment echt uitgelegd hoe... Hillary had op een gegeven moment Trump bij zijn ballen bijna met dat he's dark. Het debat. Ja. Het was haar, want die, Scott Adams legde uit, het gaat niet om de feiten, het gaat om het beeld. En net als low energy, Jeb Bush enzovoort, dat soort dingen. Dus zij zei, met dat dark was het Hillary echt gelukt Trump in een bepaalde hoek te drukken, waar hij moeilijk uit zou kunnen komen. En toen kreeg je dat gevalletje grab him by the pussy, wat door de democraten als... de absolute Trump-bom werd gelanceerd om hem echt helemaal te vernietigen. Mm-hmm. En Scott Adams die zag, wacht even, het maakt het juist weer triviaal. Want je gaat dus, eerst hadden mensen allemaal het gevoel, oh, Trump is de dark force, weet je wel, zo Hitler-achtig of zo. En toen was ze, hij is gewoon een van de botte hark die wel eens iets seksistisch geroepen heeft. Dus het werd eigenlijk weer onschuldig. Maar goed, dat is een zijstraatje. Maar... nou, ik vond wel, dat moet wel gezegd worden, in de debatten, de drie grote debatten, was zij gewoon echt sterk. Ja. Sterker dan absoluut, dat hij was. Ja. Maar heel mooi in de schmink ook. Ja, de schmink ook, maar in het debat, dat moet je haar echt nageven. Maar ze heeft ook echt voorbereid en gepland. De debatten deed ze goed. Ja. Alleen, het is bevestigen, nog los van de debatten die ze goed deed. Daarom was het voor haar heel pijnlijk. Van, ja, ze probeert alles netjes in dat straatje te doen en goed te doen. Ja. Maar het heeft geen nut, omdat mensen... twee dingen, ze zijn toe aan verandering. Ja. Dus wat je ook doet... en zeker als je dan nog problemen hebt met je e-mails... dan is het helemaal voor sommige mensen heel duidelijk... dat we daar die kant niet op gaan. Maar de kern is, mensen willen verandering, willen invloed... en dat gaat niet gebeuren met zo'n kandidaat. En met Trump speelde dus ook nog eens mee... het frame wat op hem neergelegd werd. Want de mensen die ik ontmoette, ook in South Carolina, in Missouri... die gaven ook echt aan... het is ze doorzien... De frame van de media op Trump. Ja. En dat werkt ook nog eens. Het maakt hem een underdog. Ja. Wat sommige mensen ook nog eens zagen als van... ja, dit is ook nog eens een oneerlijke race. Ja. Ja, het was volgens mij de eerste... dat maakte het dat het eigenlijk tegen ging werken. Ja, de 60% van Amerikanen uit Peilingenbeek... 60% vertrouwt de mainstream media niet. Waardoor eigenlijk dus... wat ze ook schreven kwam eigenlijk niet aan. Dus dachten, oh ja, het staat in de New York Times. Nou, dan hoeven we het eigenlijk niet gewoon. Wat ik wel heel kwalijk persoonlijk vind... dan gaan we naar de dialoog. Een dialoog. Ja, dit is het. We zitten helemaal naar jouw visie op dialoog en wat daarvoor nodig is. Maar bedankt voor het compliment. Want als jij tegen mij zegt dat we een dialoog hebben... Zeggen, maar ikzelf, zoals je ook merkt, zit ik nog niet in de modus van dialoog. Want ik ben nog best wel gepassioneerd als ik praat over mijn ervaring in Amerika. Ja, omdat ik die graag deel. Ja. En zeker nu ik hier terugkom in Nederland en mensen spreek, dan merk ik... ja. Oh, die weten nog zoveel niet. Ik wil dit graag delen. Ja. Nou, Vandaar dat ik eigenlijk ook niet echt een dialoog aan het voeren ben. Jij gaat mijn boek lezen en dan gaan we nog een keer daarover. Ja. Maar wat ik echt kwalijk vind... en je hebt het in je boek over een safe space...
dat het is uiteindelijk zelfs bekend geworden dat er vanuit de Democratische Partij gelden stroomden. En of het nou helemaal, ik denk dat het waar is. Ik kan best dat iemand zegt, ik geloof het, complottheorie of wat ook. Maar dat er gelden stroomden, die James O'Keefe had het uitgezocht, naar clubjes die een soort van ongeregeldheden organiseerden op de Trump rallies. En wat mij opviel ook in Nederland is dat er dus gesuggereerd werd alsof die Trump-rallies een stelletje hooligans. Wij kennen ook, ik zeg altijd, je hebt een groot verschil. In Nederland heb je voetbal met veel mannen, bier drinken en hooligans. In Amerika is American football is een hele gezellige happening. Mm-hmm. Met mannen, vrouwen, kinderen erbij, lekker barbecuen samen. En wat ik zag in Amerika was dat die Trump-rallies echte gezellige familie-events waren. En dat toch door een paar ongeregeldheden en ook het frame van de media, dat bijna gesuggereerd werd alsof daar hele enge mensen in de stadion zaten waar we ontzettend bang voor moesten zijn. Dat vond ik wel. Nou ja, weet je, ik kan niks zeggen over of het georganiseerd is dat daar mensen naartoe zijn gestuurd om te gaan rellen. Maar wat wel heel erg speelde, en dat zag je ook meteen na de verkiezing, is door dat frame op Trump, racist, idioot. En als je daarop stemt, dan ben je dus ook een racist en een idioot. Ja. Mensen, als ze dat iedere keer in de media zien, gaan dat geloven. Ja. En mensen gaan daarna gedragen. Dat betekent dus dat sommige mensen iemand tegenkomen en waarvan ze weten, ik ga Trump stemmen. Je bent dus een racist. Ja. En dus het gevaarlijke is dat daardoor mensen tegen elkaar opgezet raakt. Ja. Ja, precies. Wat eigenlijk onnodig is. En dat zorgt ook voor dat rallies uit de hand kunnen lopen. Want mensen hebben een perceptie, als je naar een Trump rally gaat, ben je een racist. Ja. En er zijn groepen, bijvoorbeeld heel letterlijk de Mexicanen, die zich natuurlijk aangevallen voelen vanwege het verhaal van die muur en wat hij allemaal gezegd heeft over immigranten. En dat maakt ze boos. En als ze dat lezen en het frame wordt versterkt, gaan mensen zich daarna gedragen. Dus je creëert zonder dat je echt bendes organiseert. Ja. Creëer je al dat gewone gevoel. Man al. Ja, dat zei Scott Adams ook. Wat Scott Adams betreft was er eigenlijk in de hele situatie maar één gevaar. Dat namelijk die mensen die dan geleerd hebben in dat frame te kijken, steeds bevestiging zien. Dus stel bijvoorbeeld ontstaan dan door dat frame voel je eigenlijk, eigenlijk als wij dus racisten aftuigen is dat eigenlijk goed. Want racisten is het grootste kwaad. Dus dat die dan een paar klappen krijgen, dat is dan beter eigenlijk. Vervolgens komt er een politieeenheid de boel uit elkaar drijven of zo. En dan ga je in dat frame weer denken, oh, dat zijn de paramilitairen van, weet je wel, dan ga je dus in dat frame. Creëert je werkelijkheid. Terwijl eigenlijk doet de politie gewoon zijn werk. Maar in jouw frame is het dan in een keer een soort dictator met paramilitaire eenheden of zo. En dan zou je dus Trump in die hoek drukken waarin hij dan ook. En dat zou dan heel eng zijn. We hebben allebei geloof ik de speech van Trump in Congress teruggekeken vanochtend. Niet opgebleven, maar allebei gezien. Grappig, vanuit de Hillary, ik kom vanuit een hele andere hoek, dat ik een beetje al vroeg wat sympathie had voor Trump. Mm-hmm. Onder meer van mijn klimaatachtergrond en dat ik altijd mensen voorsorteer op zijn ze klimaatskeptisch of zijn ze klimaatalarmistisch. Dat is dan mijn filtertje, waardoor ik al meteen weet aan welke kant ik sta. Maar we hebben allebei naar die. Wat kun je zeggen over de speech? In Congress, voor het publiek. Ja. Dus Trump heeft zijn eerste toespraak in Congress gehouden. Ja, ik vond zijn speech. Daar zitten natuurlijk standpunten in. En niet natuurlijk, maar in ieder geval moet ik dat wel denk ik duidelijk maken. Waar ik het niet mee eens ben. Okay. Bijvoorbeeld het heel erg. Hij is heel erg gericht op de problemen in de wereld. Dat moeten we vooral militair gaan oplossen en laten zien. Spierballen, dat Amerika is. Dat is een richting waarvan ik denk, niet jouw richting? Niet mijn richting. Maar ook, ik ben militair geweest. Dus ik ben niet iemand die überhaupt zegt van nou ja, geen defensie. Ik begrijp heel erg goed dat in deze wereld belangrijk is dat je defensie hebt. Ja. We leven helaas niet in een wereld waarin defensie niet nodig is. Dus het is echt belangrijk dat we die hebben. Maar het is niet de oplossing. Nee. En dat is bijvoorbeeld dus één voorbeeld van zijn richtingen van ik denk dan ga je dus niet de goede kant op qua oplossingen. Nee. Maar zijn speech als het gaat om ook de mensen die hij aanhaalde. De persoonlijke verhalen doet eigenlijk elke president. Dat was mooi. Ja, dat doet eigenlijk elke president. Maar ik vind het ook mooi zoals hij dat deed. Maar ook wel zijn toon was. Want hij had heel veel kritiek gekregen dat het vaak heel negatief is. Zijn toon was positief. Ja. Maar wat ik ook wel weer sterk vond. En dan versterkt hij weer dat contact met de mensen waar hij het voor doet. Namelijk de gewone burger. Echt terugkomt op zijn beloftes. Wat hij tot nu toe heeft gedaan in die één maand tijd dat hij president is. Ja. Dus hij heeft echt ook het podium gepakt om nogmaals te bestendigen. En te laten zien, ik ben echt iemand niet alleen van woord, maar ook van daad. Ja. En dan mag je het nog steeds oneens zijn met wat hij doet. Ja.
Maar het is ontzettend tekenend voor... en ik vind het ook wel laten zien dat hij echt wel beseft... Ja. Hoe je het spel zowel in een campagne moet spelen... maar ook wat de wereld nu nodig heeft, wat mensen nu willen. Ja. En dan bedoel ik dus niet dat hij weet wat de goede oplossingen zijn... maar dat hij weet dat hij de mensen steeds het gevoel moet geven... dat ze aan de knoppen zitten. Ja, precies. Dat doet hij als geen ander. Dat deed hij in de campagne al met Twitter. Ja. Je kunt erom lachen, je kunt zeggen 140 tekens. Je moet echt het blog van Scott Adams lezen. blog.dilbert.com. Dat hij ook uitlegde, bijvoorbeeld die moslimban, zoals hij dan ging heten... tijdelijke inreisverbod. Dat het is natuurlijk sowieso een beetje symboolpolitiek. Maar dat heel goed was van Trump. Omdat hij namelijk, als hij dat niet gedaan had... dan hadden het hele rechterdeel, zeg maar... had dan kunnen zeggen, ja, hij houdt zich niet zijn belofte... en hij gaat ook een beetje een slappe hap doen. Dus hij ging juist... Hij zegt, ik ga eerst zo extreem... dat het hele rechterdeel van Amerika denkt... ah, het is onze man, hij doet wat hij beloofd heeft. Het linkerdeel schrikt zich te pletter, denkt, oh, dit wordt heel eng. Vervolgens gaat hij natuurlijk water in de wijn doen... en blijkt dat het allemaal wel wat milder kan. Maar dan heeft hij de rechterkant al... en zo brengt hij dan... Ik zeg... Waar ik het meest kritiek op krijg is als ik zeg dat Trump een unifier is. Dan kijken mensen me aan en zeggen, nou, dat is het allerlaatste. Ja. Terwijl ik zeg dus, Obama was wat mij betreft een soort divider. Die best wel, als je terugleest en hoe dat gegaan is met die raciale spanning... en de opkomst van Black Lives Matter. En hoe dat eigenlijk best wel een soort vlam in de pan bijna was. Dat Obama een klein beetje aan te rekenen is. En met het militaire, één dingetje, ik heb hier veel met Karel van Wolfen gezeten. Die is heel erg op de NAVO natuurlijk. Waar ik dan wel eens opperde van ja, als natuurlijk dat militaire industrieel complex zo groot en machtig is in Amerika. En eigenlijk ook een groot deel van de economie van Amerika daarop draait. Is het. Ik ken Trump wel zo als een man van handel en zaken doen... dat Trump echt niet geïnteresseerd is in oorlog. Dat vertrouwen, of dat zie ik wel, maar hij is echt niet geïnteresseerd in oorlog. Maar dat hij dus, om een soort zachte landing te creëren... vanuit een land wat zo sterk op oorlog voeren en een vijandbeeld geënt is... als het ware door te zeggen, nou, we gaan nog even 10% meer uitgeven... als het ware een soort zachte landing creëert... waarin die hele industrie ook een beetje... Nou, maar dat zullen we moeten zien. Ja, veel is af te wachten. Ja, of hij ook met defensie, met geweld... of dat hij dat soort instrumenten veel gaat inzetten. Dat moeten we echt zien. En heel veel zo is af zit te wachten. Ik er ook in. Ik wil echt zien wat er terecht gaat komen van zijn plannen en beleid en ideeën. Ja. Ik ben het wel met je eens in jouw analyse als het gaat om... hoe hij de boel bij elkaar brengt. Maar ook vertaald in hoe hij ook de nominee, de kandidaat werd van de Republikeinen. Ja. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk heel... vanaf het begin heel strategisch het spel gespeeld om die kandidaat te worden. Namelijk eerst inderdaad die hele rechtse kant meekrijgen. Daar heeft hij ook die rapist en die immigranten uitspraken gedaan en de moslim. Ja. In die periode. Ja. Waardoor hij al die established kandidaten één voor één weg kon tikken. Ja. En naarmate wat hij dus ook steeds deed, was geen excuses aanbieden. Nee. Maar vervolgens wel die toon weer matigen. Dus hij, noem het maar even, gezien het spel, het systeem zoals het is georganiseerd, heeft hij dat slim gespeeld. Hij heeft het doorzien en hij heeft het ook op die manier gedaan. Maar wat ik veel belangrijker vind, is niet om hem te zien als voorbeeld, maar bewust te zijn van waarom heeft het zo ver moeten komen en laten we er wat aan doen. Liever vandaag dan morgen. Het is nooit te laat. Ja. Je kunt, dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat voor elke politicus, voor elk politiek systeem, het tijd is om bewust te worden dat je de burger, de mensen invloed geeft. Ja. En dat je begint met de menselijke connectie te maken. En voor mij ligt dan het instrument dialoog als belangrijke uitgangspunt om daarmee te beginnen. Als je nou... We gaan nog één stapje voordat we echt gaan kijken naar... daar heb ik ook wel leuke vragen voor klaar. Maar als je nou zou mogen kiezen... Tussen twee modellen. Eén model waarin de burger zeg maar als het ware echt dialoogvaardig is en er misschien vormen van peilingen zijn en manieren om de invloed van de burger ook tussen de verkiezingen steeds mee te nemen. Door in Amerika heb je dat al natuurlijk door midterm elections, wat wij in Nederland niet kennen of in heel Europa niet kennen. Maar stel dat model, hè, waarin die een soort technologie, internettechnologie rondom dialoog, maar ook leren hoe je een dialoog voert, veilig kunnen voelen. Nou, dat wordt de nieuwe wereld versus misschien meer realpolitiek-achtig. Een wereld waarin politici nu gaan nadenken,
misschien doet Jesse Klaver het een beetje, gaan nadenken van ja, wat ik eigenlijk moet is, ik moet zo, net als Trump en Sanders, op zoek naar die movement. Ik moet op zoek naar de mensen. Ik moet proberen een vertolker te zijn, op zoek naar de goede woorden. En dat zou ook een politiek van de toekomst kunnen zijn, waarin de mensen nog niet eens echt in dialoog komen, maar de politici zo vaardig worden om die connectie te maken, dat het dan weer toch door politici in Den Haag kan worden uitgevochten. Ja, het zou een goede eerste kleine stap zijn. Maar het begint allereerst met het erkennen dat je als politicus moet gaan dienen. Het is niet meer, ik ben de leider, burger geef uw stem en ik ben beter dan die ander of ik ben anders. Of, en het spelletje gewoon zo houden zoals het is, noem ik het maar even. Oftewel, de burger geeft zijn stem en wij doen het voor u. Dat besef moet er als eerste zijn en dan kun je kijken hoe doe je dat. En wat jij net schetst, Hajo, is goed als eerste kleine babystap. Ja, ik snap Want ik vind dat politici dat eigenlijk gisteren al, maar laten we vandaag beginnen. Vandaag weer een nieuwe kans in het nu. Dat gevoel helemaal moeten claimen en in het bestaande systeem het maximaal proberen te benutten. En dat kun je doen door de dialoog op te zoeken. Ja. Ik bedoel, als dat online nog niet geregeld is, want het hoe, dat kun je uitvogelen. Met vallen, opstaan, trial and error kun je dat gaan uitzoeken hoe je dat moet doen. Ja. Maar je kunt nu al vanaf vandaag in je contacten, in je agenda als politicus tot aan de verkiezingen, kun je kiezen voor dat contact met die burger en de dialoog. En dat je het ook als politicus beseft, echt voelt. En dat het ook echt dus anders wordt dan dat je zegt van, geef uw stem, ik weet het. Maar dat het echt wordt, ik moet gaan dienen. Ik moet 4 jaar lang, ik moet een band gaan opbouwen die 4 jaar lang verder gaat groeien en benut gaat worden. De hoe-vraag komt wel. Maar het besef moet er eerst zijn. En dat besef is er volgens mij nog niet genoeg. Jij was de inaugural speech van Trump werd links-rechts behoorlijk onderuit gehaald. En jij vond toch heel speciaal hoe die begon met die speech. Het begin. Ja, waar het mij verbaast, want ik was in Nederland 20 januari. Toen ik de speech zag, de eerste zinnen, dat is de kern van waarom hij gewonnen heeft. Ja, dat is heel dat kippenvel, vuur waarom Bernie het goed deed, dat is het vuur. Ik geef het terug aan jullie. Het is een bijzondere dag, want nu zijn de mensen, zeg maar, jullie zijn zitten weer aan de knoppen. Jullie zijn, Ik weet niet meer wat zijn letterlijke woorden waren, maar dat was zijn opening. En ja, ik was verbaasd dat niemand in de Nederlandse media dat eruit haalde. Ja. Iedereen was nog steeds heel erg zuur over Trump. Terwijl ik dacht, je kan zuur zijn over zijn plannen en zijn uitspraken en het niet met hem eens zijn en een verschrikkelijke man vinden. Dat was een bijzonder vinden. Moment. Ja. Maar de kern van zijn winst zit hem in het feit dat hij mensen het gevoel geeft dat ze aan de knoppen zitten. Dat is weer terug aan de knoppen. En het is niet eventjes alleen met Twitter. Twitter is slechts een instrument bijvoorbeeld geweest wat hij gebruikt om te laten zien, het bestaande systeem, inclusief de media, zet ik opzij. Ja. Ik doe zaken met jullie, want jullie hebben recht op invloed. Ja. En daarvoor moet je natuurlijk ook fundamenteel van overtuigd zijn dat mensen aan de knoppen mogen zitten. He, de knop wordt altijd ook letterlijk gebruikt als een soort atoomknop. En mag Trump daar dan aan zitten of Hillary? Of dan zeiden ze, Trump was geheel onthouder en Hillary dronk nog wel eens een wijntje. Dus wie wil je nou liever aan die knop hebben? Maar jij vindt dus ook van nee, de bevolking mag ook aan die knoppen zitten. Maar er zijn ook politici die dus echt bang zijn voor het volk. Die zeggen ja, het volk, dat moet je een beetje. Je moet het volk een plek geven of zo, maar niet helemaal luisteren. Want het volk, daar komen allemaal enge dingen uit. Dat is precies de reden waarom ik uitgerekend uit ben gekomen bij de dialoog. Bij de dialoog. Ja. Waarom? Omdat de dialoog zorgt voor menselijke connectie. Ja. En daardoor vallen vooroordelen weg. Ja. Daardoor ga je zien dat we eigenlijk hetzelfde zijn. Ja. En je zult altijd een groep mensen hebben in de wereld waarvan we denken van, maar dat is een kleine groep. Wat we nu doen is de bevolking, de burger weet het niet goed. Ja. En bang zijn voor die burger aan die knop. Ja. Ja. Ik vind dat echt onzin. En daarom ben ik ook echt democraat in hart en nieren. Ja. Ik geloof in dat mensen heel goed weten wat goed voor ze is. Ja. En dat mensen, zeker in deze internettijdperk, veel meer tools hebben om goed geïnformeerd te zijn. Nou wil ik niet zeggen dat iedereen dat ook is. Dat zeg ik niet, maar het andere uiterste, namelijk het wantrouwen. Ja. En een kleine groep een elite willen hebben die maar het gaat bepalen, is weer het andere uiterste. Ja. Dus ik zou dan liever de energie willen steken, erkennen en dan energie steken. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. Ja. En dat betekent in essentie de politicus die zo'n stapje terug doet en gaat dienen. En de burger die een stapje omhoog moet gaan doen, namelijk verantwoordelijkheid nemen en samen willen werken. En dat begint bij het echte contact met elkaar maken. Ja. En dat doe je al 1-op-1 in een kleine groep. Maar het instrument dialoog, als je begrijpt wat het is, als je dat eigen maakt,
dan ga je pas zien wat het verschil is. En wat voor mooie dingen eruit voort kunnen bloeien. Ik wil twee dingen eruit lichten. Ja. Jouw boekje heet Listen, Think, Speak. Als model ook van hoe een dialoog is. Luisteren heel belangrijk. Rustig nadenken en dan pas spreken. Ja. En je noemt resilience, zeg je. Dus van je moet heel weerbaar zijn ook, sterk in een dialoog. Het zijn vijf elementen. Vijf resiliency elementen, ja. is de eerste. Zal ik ze langs lopen? Ja, we lopen zo lang. Resilience is de eerste, geloof ik. De eerste is het begrijpen en omarmen wat een dialoog is. Precies, oké. Ja. Want heel vaak loopt het daar al mank. Dat wist ik zelf ook niet. Want toen ik begon met Dialogue Digital als idee, ook als online platform. Ja. Want we hebben een soort van try-out website gehad als start. Ook om de crowdfunding te laten lopen, zodat mensen weten dat we echt hier, dat we niet iets vaags blijven. We willen iets concreets maken. Ja. En een van de dingen waar ik op teruggeworpen ben, is jij kan wel weten wat een dialoog is. En misschien moet je dat ook nog veel meer uitwerken. Mm. Maar jij kan dat bewust van zijn. Maar je loopt mensen al mis omdat ze eigenlijk niet weten wat een dialoog is. Sommige mensen denken dat het gewoon een gesprek is. Ja. Of een debat of een discussie. Nou, dat is het al helemaal niet. Mm. Dus de eerste stap is begrijpen wat een... Ik wil zo meteen wel vertellen wat een dialoog is. Ja. Maar dus begrijpen en omarmen wat een dialoog is. Wil je dat ik dat nu uitleg? Zij stapje, dan komen we daarna wel bij die andere vier uit. Een dialoog, het verschil met alle andere manieren van communiceren, is dat het begint met een intentie. Mm-hmm. De intentie dat je oprecht open staat voor wat de ander met jou deelt. Mm-hmm. En je bent niet bezig met wanneer ga ik wat zeggen. Mm-hmm. Of überhaupt, misschien kom je tot de conclusie, ik ga mijn mond helemaal niet open trekken. Mm-hmm. Ik ben alleen maar aan het innemen, echt openstaan voor wat de ander vertelt. Ja. Dat is de intentie. Dus dat is echt een cruciaal element van een dialoog. Mm-hmm. Laten we de andere vier stappen van de dialoog, de bouwstenen. Ja. Maar de intentie, ik snap het. Ik ken het vanuit laten we zeggen, klimaatdebat heel aan de lijve letterlijk. Uh-huh. Dat je vaak ziet, er wordt uitgewisseld, maar er is absoluut geen intentie, misschien wel ook van mijn kant, maar in ieder geval van de andere kant, merk ik om echt te engagen, zeg maar. Om echt te denken van, nou, we gaan hier nu een half uur instoppen en ik zou daar ook minimaal één of twee dingetjes van willen leren. Vaak praat je een half uur en dan denk je, nou, dus dat is denk ik intentie. Hè? Dat je zegt, ik stel me echt open en ik wil het aangaan met die ander. Ja. En weet je wat dat heel concreet betekent? Ja, ja. De intentie betekent dat je dus ook bewust kiest om aanwezig te zijn. Ja. En niet in je hoofd bezig zijn. Okay. Dus op het moment dat ik je iets vertel of andersom, dat ik eigenlijk kan zitten analyseren of in een hokje zitten plaatsen wat jij net gedeeld hebt, zodat het past in mijn perceptie, zodat ik er wat mee kan en dan ga ik wat terugzeggen. Okay, ja. De intentie bij een dialoog is dus dat je echt open staat, niet meer in je hoofd. Dus zet dat geluid, die chatter in je hoofd, en dan moeten ze tegen je gedachten die zo er doorheen bijna gaan. Bijna meditatief erin komen. Ja, ja. En ik heb ook het afgelopen jaar in Amerika oefeningen geleerd, waardoor je mensen kunt meenemen daarin. Waardoor mensen het kunnen gaan ervaren. Hmm. En een van de simpelste dingen is oogcontact. Okay. Begin met oogcontact, hou je mond, wees bewust van dat je echt aan tafel zit hier. Ja. En dat je niet met je gedachten bezig bent terwijl ik met je praat. Ja. Ik wil niet dat je... Maar dat is de intentie die dan neerdaalt. Ja. Waardoor je dus helemaal open staat voor wat ik zeg. En je bent niet bezig met je eigen hokjes en het te begrijpen en het te plaatsen. Ja. Okay, dus dat is de eerste. Ja, de eerste al gehad. De tweede is een veilige ruimte. Ja. En dat is er eentje die, zeker in deze tijd noem ik het maar even, ontzettend belangrijk is. Want je kunt geen dialoog hebben zonder dat je een veilige ruimte creëert waarin mensen ook echt met elkaar die dialoog, die connectie kunnen maken. Het bestaat uit drie dingen. Het eerste is dat je bewust bent van het feit dat je niet oordeelt of op zijn minst je oordeel uitstelt. Wat ik net ook aangaf, je bent niet in je hoofd bezig om alvast conclusies te verbinden van wat die persoon zegt of denken, oh ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Want nee. Dus stel je oordeel uit. Respecteer elkaar. En daar zit ook het element in van, als jij iets met mij deelt, dan moet jij het gevoel hebben dat ik dat niet tegen jou ga gebruiken. Of dat dat terugkomt via een andere loop. Dus respect zit ook op dat niveau. Dus dat je echt of 5 jaar later veilig voelt om het te delen. Maar zelfs ook, denk ik al, als je inderdaad mensen nog na gaat dragen wat ze ooit gezegd hebben. Ja, dat is precies de reden waarom mensen vaak geen echte dialoog voeren. Omdat ze denken van, ja, als ik dit ga zeggen, vind ik wel diep van binnen. Maar ik doe het niet, want dan word ik in een hokje geplaatst of ik krijg het terug in mijn gezicht. Ja. Dus respecteer elkaar, dat zit daar dus ook in. En het derde is,
dat je de mens in de ander ziet. Ik noem dat onvoorwaardelijke liefde. Ja, okay. We denken heel vaak dan in romantische termen. Maar onvoorwaardelijke liefde betekent dat je echt erkent, jij bent een mens en ik ben een mens. Mm. Er zit eigenlijk geen verschil tussen ons. Jij bent niet beter dan ik, niet minder dan ik. Dus dat zijn de drie elementen die maken dat je een veilige ruimte creëert. Want als je dat weet te creëren, dan bloeien mensen op. Hoe noem je dat? Okay. Ik zal het doen. En dan krijg je dus echt een dialoog. Okay, dan gaan mensen echt dingen delen. Derde punt. Gauw door naar de derde. We hebben nog 10 de derde is het echt masteren. Het eigen maken van luisteren. Ja. Want ook luisteren is een kunst. Ja. Het grappige is dat ik daar heel bewust van werd in de tijd in de parlementaire enquêtecommissie. Dat is voor mij echt de periode geweest waarin ik echt besefte, met die openbare verhoren, hoe luisteren, hoeveel je hoort als je echt luistert. Okay. Informatie die mensen geven, in woordjes, bijzinnen, waar je normaal, als je op, ik noem het maar even, op een normale modus luistert, die mis je. En bij die openbare verhoren werden we ook als commissie gedwongen om echt te luisteren. Want je kan niet gaan invullen. Want dan valt helemaal weg je onafhankelijkheid als commissie. Je bent vooringenomen. Dus je bent gefocust op echt luisteren wat zegt die getuige. Dus luisteren is een kunst op zich. En het is voor mij ook recent dat ik echt besef van, ik heb eigenlijk al die jaren geen goede luisteraar. Maar heel veel mensen denken dat ze goed kunnen luisteren, maar dat is echt een kunst. Even kijken, waar zijn we dan uitbeland? Ja, de vierde is, in het Engels is het altijd makkelijker. En ik heb altijd een hekel gehad vroeger aan mensen die in het Nederlands en dan Engelse woorden gebruiken. Maar, en dat is, echt jezelf aan tafel. Ja. Ik noem dat, in het Engels heet dat de fullness of yourself. Dus echt wie jij diep van binnen bent. En wat betekent dat eigenlijk? Dat je eigenlijk jezelf dialoog, noem ik het maar even. Wat gebeurt er in jou? Dat je daar heel bewust in bent. Dat je jezelf goed kent. Dat betekent niet dat je een perfect mens bent. Maar dat je wel iemand die de zelfdialoog al eigen heeft gemaakt. Waardoor die ook makkelijker de dialoog met de ander kan voeren. Dus dat is de vierde, zelfdialoog. En de vijfde is... dat is de resilience? Ja, dat is de resilience. En resilience is niks anders dan veerkracht. En dat betekent dus in een dialoog... kunnen mensen dingen zeggen die waar jij totaal niet mee eens bent. Ja. Of jij zegt iets en je bent eigenlijk bang of de ander je in een hokje gaat stoppen. Ja. En ondanks dat de ander ook de intentie heeft om de dialoog echt te voeren... kan het gebeuren dat je tegengas krijgt. Dat je tegengeworpen krijgt. Of mensen die uiteindelijk dan toch niet de dialoog helemaal eigen hebben gemaakt. Dus je kan klappen terugkrijgen. En resiliency betekent dat je veerkrachtig genoeg bent om die dan te handelen. En dat zijn de vijf... bouwstenen die ervoor zorgen. Want als je resilient, als je veerkrachtig genoeg bent, niet snel uit het veld laat slaan, dan kun je in de dialoog ook als een bokser niet een klap ontwijken, maar dan kun je wat meer echt bewegen in de dialoog. Ja, dan kan je voorbij spreken iets zeggen waarvan ik in eerste instantie denk van, je bent een racist. Ja, snap je? En dan kun je in de dialoog verder... Dus de resiliency is echt veerkracht. Dat je niet meteen uit het veld geslagen bent. Grappig ben. Als een tegenstander... Je weet hoe safe space in Amerika gebruikt wordt. Op universiteiten en zo. Als juist denk ik het omgekeerde van veerkracht. Dat is, safe space in Amerika wordt vaak genoemd als... dat is een plek waar een donker iemand of een islamiet of een homo... Ja. 100% zeker weet dat er nooit iets komt wat hem als homo... Het is niet de safe space die ik heb gegeven. Nee, precies. Maar je bent ervan bewust dat dat in Amerika heel anders gebruikt wordt? Ik weet dat het er is, maar ik heb dezelfde safe space... want die bouwstenen van dialoog, dat heb ik ook het afgelopen jaar... met een fantastisch mens, ik wil haar graag ook noemen, Lisa Nichols. Ja, dat is ook mijn persoonlijke coach. Ja. En zij is niet alleen een fantastisch mens, maar ook iemand die heel succesvol is. Ja. En zij zit echt in de persoonlijke ontwikkelingsindustrie. Ja. En heeft een platform wat gewoon 30 miljoen mensen online bereikt. Ja. Heeft ze echt opgebouwd in 20 jaar tijd. En wat zij... zij heeft me ook geholpen om terug naar het begin te gaan met de dialoog. Welke bouwstenen heb je? Zodat je mensen handvaten kan bieden om het te ervaren. Het tof te gaan vinden. En daardoor het ook... zich verder gaat verspreiden. En zo zijn we op die bouwstenen uitgekomen. En safe space heb ik ook in haar netwerk ervaren. En dat was niet... Dat was juist een safe space zoals ik het net ook omschreef. Ja, maar ik vind het fantastisch. Het is een enorme eye-opener. Ja. Want ik kom uit die wereld van Milo Yiannopoulos en zo... die daar enorm tegen ageert op de universiteiten, wat daar gebeurt. En dan realiseer je eigenlijk dat...
de safe space nodig is, maar wel in wat jij dan erbij had, die resilience. Dus niet als een soort laf plekje waar je nooit iets hoort wat je raakt. Maar weet als je een plek. Wat het mooie is, ja. Hajo, op het moment dat je in zo'n safe space zit, dus zelfs diegene die bijvoorbeeld een opmerking wil maken over moslims of over homo's of in een safe space, in een dialoog, zal de manier waarop, de toon, wat vaak de reden is waarom mensen boos worden. Of zich omdat er ook een soort agressie in de zaal. Ja, je staat beide open, waardoor je elkaar niet meteen veroordeelt. Nee, waardoor je niet meteen het persoonlijk maakt. Mm-hmm. Maar dat je ook probeert te begrijpen. Ja. Dus de vibe die daar ontstaat, zorgt er ook voor dat je niet snel in een situatie komt. Ja. Waarin het helemaal uit de hand loopt of iemand zich helemaal gekwetst voelt. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het oefening is. Het is niet zo dat het in één keer allemaal perfect gaat en we allemaal in een dialoog. Ja, precies. Dat is wel een idealistisch dingetje. Want jij begint ook ergens te zeggen dat jij vindt dat zelfs, zeg maar, Syriëgangers, dat je die dus niet moet ook bestempelen of veroordelen. Maar bijna ook zou moeten zeggen: goh, kom eens zitten. Wat gaat er nou eigenlijk in je om of zo? Of vertel je verhaal. Nou, begin bij te erkennen dat je moet begrijpen waarom iemand iets doet. Ja. En daarmee begrijpen is wat anders dan vergoeilijken. Ja. Het is niet zeggen dat je steunt wat ze doen. Ja. Of je gaat ze vertroetelen en het probleem bagatelliseren. Ja. Maar als je niet begrijpt wat erachter zit, kom je nooit tot de oplossing. Ja. En begrijpen kan alleen maar met een dialoog. Maar even met het voorbeeld van de Syriëgang, wat mij toch nog best wel een enge discussie zou kunnen opleveren. Dan zou jij zeggen, die persoon moet eerst die intentie ook uitspreken. Dat hij ook snapt wat een dialoog is. En dat hij dan de intentie heeft, want ik wil die dialoog aan. Want anders zou best van wel... Van beide kanten. Iedereen wil, maar is dat zo? Dat je dus eerst van beide kanten die intentie moet... Want anders ga jij misschien met jouw fantastisch mooie verhaal over dialoog zitten. En dan zit je tegenover een Syriëganger. En die gaat er gewoon met volle bottenbel in. Klopt dat het daarom gaat? Dat die zou dan eerst aan jou moeten vertellen... ja, ik heb ook die intentie en ik wil... Twee dingen. Allereerst denk ik dat het meeste effect zal hebben... in termen van dialoog met mensen die neigen naar radicaliseren. Ja. En dat zou, daar kun je de dialoog echt als preventiemiddel inzetten. Omdat je echt connectie kan maken met die mensen. Want vaak is het ook echt gezien worden, erkenning... Mensen die met een bepaalde vernedering rondlopen, omdat ze zich buitengesloten voelen. Ja. Niet om het goed te praten, het zijn geen excuses, maar het is het begrijpen wat erachter zit, waardoor iemand radicaliseert en uiteindelijk Syriëganger wordt. Ja. Dus een dialoog is ook heel goed in het voortraject om iemand te begrijpen en daardoor ook zelfs een halt, dat hij uiteindelijk die stap niet maakt. Mm-hmm. Als je het hebt over de Syriëganger zelf, dan nog vind ik dat een dialoog een uitstekende eerste stap is. Maar zoals je net zegt, de intentie moet van beide kanten komen. Ja. En mensen moeten ook inzien dat... ik denk allereerst wat een dialoog is... maar ook het feit dat er dat het wellicht wel de enige route is. Ja. Want alleen maar moorden als Syriëganger is ook geen oplossing. Maar jij weet, zeg maar, ik weet het van Joost Niemuller... en dat soort mensen met zeg maar, de grootste zorg op dit moment waar Nederlanders mee zitten... en dat gaat geloof ik door alle opleidingsniveaus heen... zelfs voor alle politieke voorkeur, is toch immigratie. Mm-hmm. En daar lopen mensen hanteren verschillende feiten. Er zijn doemscenario's, er zijn scenario's van het valt misschien wel mee. Of islam is een religie van vrede versus islam is tot in de kern verrot, zeg maar. Mm-hmm. Denk jij dat wat er... Want ik ben persoonlijk bang voor dat cordon sanitair. Ik vind dat heel eng. Dat nu al, ik bedoel, het is niet even een eendagsvliegje met de PVV. Het is nu al zoveel jaar. Je zult dus die grote groep mensen die in die richting een verandering zoekt in Nederland. Stel jij je dan voor dat je dan dus ofwel in de Tweede Kamer of... ik heb in één keer dat beeld van het Lagerhuis op tv. Dat is dan denk ik een heel fout programma, denk ik, in jouw ogen. Dat is denk ik het omgekeerde. Of vind je het wel een mooie debat, dialoog? Nee, een dialoog betekent niet dat geen debat of geen discussie belangrijk is. Ja. Natuurlijk wel, maar het zijn verschillende dingen. Verschillende dingen, dus debatten horen erbij. Ja, maar ik zou die liefdevolle, open... ik zou dat dan willen zien tussen inderdaad een aantal PVV'ers... En een aantal GroenLinks of PvdA of DENK, maar mij niet uit. Maar ik kan me als er nou echt mensen zouden zeggen, we laten dit ons doordringen. We laten ons even coachen hierin tot we echt snappen wat de bedoeling is. En dan
gaan we eens. Ik denk dat je dan als samenleving de verstandigste keuze zou kunnen maken. Maar... Ja, mijn eerste punt wat ik wil maken is sowieso... Het is geen softere tool. Dus een debat is stevig en de dialoog dat is voor softies. Dat is echt, sorry voor het woord, maar bullshit. Ja. Dialoog is echt een instrument wat gewoon door alle samenlevingen... verschillende lagen van de bevolking... Mm. Het is gewoon een universeel instrument voor menselijke connectie. En we zijn uiteindelijk allemaal onderaan de streep mens. Ja. Maar dat betekent dus niet dat, dat een debat slecht is of een discussie slecht is. Dus dat zijn verschillende vormen van communiceren. Maar wees je bewust wat een dialoog is en wat de waarde daarvan is. Ja. Ik denk dat de politiek gebaat is bij meer dialoog in plaats van debat. Ja. Maar dat heeft alles te maken met, ik noem het maar even, politieke systeem zoals we het al jaren zo doen. Mm-hmm. Tot en met het dansje, noem ik het maar even, van om de vier jaar de stemvragen van mensen en het dan voor ze gaan bepalen als vertegenwoordiger. Heel dat systeem is op een bepaalde manier ingericht. Inclusief met de media, debatten, wanneer spring je eruit. Dus heel die regels. En dat is ook precies de reden, dan kom ik toch op een punt... wat eerder in mij oppopte toen we het over Hillary hadden. En toen dacht ik van, dat ga ik niet zeggen. Maar dan kan ik het toch nu zeggen. En dat is het politieke systeem in het structuur van debatten, geen dialoog... heeft er ook voor geleid dat afgelopen week bijvoorbeeld met het debat... we alleen mannen zien. Ja. Het is een symptoom. Want dan kunnen we wel weer zeggen... Oh, nog steeds geen vrouwelijke lijsttrekkers en fractievoorzitters... Maar dat heeft te maken doordat er een systeem is, wat er al decennia lang is, maar die op het lijf geschreven is op de natuurlijke mannelijke waarden. Ja. Ik noem het maar even eigenschappen. En dat systeem, inclusief dus weinig echt menselijke contacten met meer... En dat systeem is al jaren zo. En dat zien we nog steeds terug in het feit dat het heel moeilijk is om vrouwen te hebben die daarin doorstromen. Ja. Want zelfs vrouwen die erin doorstromen, die moeten zich meer masculien gaan gedragen. Willen ze eruit poppen, want dat is toch hoe het systeem werkt. Ja. En ik denk als de dialoog ook in de politiek terug gaat komen. Ja. En dialoog is namelijk iets wat veel meer bij de feminine kant ligt. En feminien betekent niet alleen vrouw, hè? Nee. Want jij hebt een masculine en een feminine kant. Ik heb ook een masculine en een feminine kant. En het betekent dat je die kwaliteiten veel meer moet gaan opkrikken. Ja. Veel beter... eigen moet gaan worden van die vrouwelijke ik noem het maar even, talenten die iedereen, elk mens in zich heeft. Ja. En een dialoog is bij uitstek zo'n instrument. En ik weet zeker dat als de dialoog steeds meer voeten in de aarde gaat krijgen in het politieke systeem, dat ook het politieke systeem gaat veranderen. En ik weet ook zeker dat daardoor ook veel meer vrouwelijke leiders... Ja, op een natuurlijke manier gaan opbloeien. Ik ben best wel om. Ik zie nu ook een beetje mainstream media. We gaan het ook afronden hoor. Maar ik zie mainstream media en dan krijg je initiatieven zoals Café Weltschmerz die daar dan een beetje... Goed initiatief. Het is super, maar het is ook nog een beetje een tegenstelling. Hè? Dus je hebt vaak dan daar een beetje alternatieve gezichtspunten die op de mainstream media niet gehoord worden. Dus het is heel goed dat we die hier hebben. Maar zoals ik nu bij jou begrijp, is eigenlijk kan je juist... De meest felle tegenstanders of de meest controversiële dingen, mensen die het totaal niet meer met elkaar eens zijn, zou je op deze wijze aan tafel kunnen brengen. Ja. En dan ontstaat eigenlijk pas iets echt waardevols. Ja. In plaats van weer in twee kampen verschillende platformen op buiten elkaar om te gaan praten. Ik geloof echt dat er veel intelligentere oplossingen uit voort gaan vloeien. Oké, bedankt voor het gesprek. Ja, dankjewel.